Rotary is een vrij jonge organisatie. Het is een hele dynamische organisatie. Het is een organisatie die ontstaan is uit de milieuhoek, maar waar we een ambitie hebben om de bouwwereld zoveel mogelijk binnen te halen. Ik voelde me meteen thuis. Dus ik kwam binnen en ik hoorde erbij. En dat geeft mij een heel fijn gevoel. Op een gegeven moment is het gewoon leuk omdat je met een organisatie werkt waar heel veel deskundigheid is, zodat je dingen heel makkelijk kunt delen met elkaar. Daarnaast merk ik dat de ODRU best heel ambitieus is. We willen ons ontwikkelen, we willen het graag goed doen en ik merk dat we daarin ook dat met elkaar doen. Het is fijn om met een team te werken, deskundigen, omdat je ook van elkaar kunt leren. Want iedereen heeft wel een specialisme. Ik vind het heel mooi bij de ODRU om te werken in een team van professionals die betrokken zijn bij de ondernemers en de inwoners waarvoor we werken. We werken vanuit Klusser Bouwen voor 3 gemeenten vanaf 1 januari 2019. Dus je werkveld is ook heel groot. Elke gemeente brengt zijn eigen dynamiek mee en zijn eigen couleur lokaal. En dat maakt het werken superleuk. Een bouwplan toetsen, dat is eigenlijk een coördinator die niet alleen maar het bouwplan technisch toetst, maar ook dingen uitzet naar andere disciplines. En dat maakt het werk gewoon heel erg enerverend en spannend. Leuk om te doen. Het is ontzettend leuk om te bouwen aan een nieuw organisatieonderdeel waarbij mijn cluster dus in het middelpunt staat. En uitgangspunt is dat je denkt ja, tenzij. Ik zeg altijd, aan het eind van de dag moet je jezelf in de spiegel kunnen aankijken en moet je jezelf afvragen, had ik door mezelf geholpen willen worden? Wij zoeken mensen die, of het nu man of vrouw is, die in het team past, waar we mee samen kunnen werken. Om samen het product te maken. Die gedreven zijn, die ambitieus zijn, die het werk leuk vinden, maar daarnaast ook willen werken aan de nieuwe taakveld binnen deze organisatie. We vragen juist ook dat medewerkers zelf ook bijdragen en meedoen. En dat is wat we in het bouwteam ook heel graag willen zien straks.